is jouw hoogtepunt van STVV in 2016? Dat was de match tegen Standaard, dat we met 10 man nog 2-2 speelden tegen Standaard. Fantastisch. Wat hoop je voor 2017? Ja, ik denk gewoon, zoals iedere truienaar, denk ik gewoon een goed sportief jaar. Weinig blessures en zo hoog mogelijk eindigen in de ranking. Dat men met de hak over de sloot erin gebleven is. En hopelijk, en dat is dan de wens voor 2017, dat het nu wat beter zal worden. Hoogtepunt, de sportieve redding, de herintrede van Roland. En dan eigenlijk, ik vind toch wel dat hij een nieuwe jonge trainer de kans heeft gegeven. En het feit dat hij is in goede en in slechte tijden is blijven steunen. We hebben een aantal nieuwe leuke projecten. Waar we toch een 100-150-tal werkplekken opnieuw nodig hebben. Ik ben echt een fiere truienaar als ik zie hoe de spelers hier groeien. Ook de supporters, de activiteiten. Hoe dat er eigenlijk zo'n aantrekkingskracht is voor onze regio. Het is ook heel aangenaam om elke thuiswedstrijd aanwezig te zijn. Het is echt heel gezellig hier op Staaien. Onze Astridbeurs, onze veiligheidsbeurs hier op Staaien, waar alle ministers van de federale regering, minister Geens, minister Jabon, zijn gepasseerd. Dat Sint-Truiden zich volledig herpakt heeft om in de middenmoot te geraken. En we hopen dus dat ze die weg verder zullen zetten. De wedstrijd STVV-Gent. Voor de eerste keer dat ik terug mocht juichen en ik kan u zeggen, ik heb heel hoog gescoord. We zijn erin geslaagd om Mark Koeken naar Limburg te halen. En nadien hebben we hier op Staaien een fantastisch feestje georganiseerd. Ja, het zou fantastisch zijn moesten we play-offs kunnen spelen. Dat zal misschien wat ambitieus zijn. Ik vind het een formidabel stadion. Vooral het multifunctionele ervan. Het idee, het concept. Staaien is een ontmoetingsplek. Staaien is een plek waar je leuke dingen doet. Dat we de integratie tussen Staaien en STVV nog verder kunnen doorzetten. Ja, we zitten nog meer in op congressen, op alles wat meer kan betekenen voor onze regio. En we zitten daarmee Sint-Truiden en Aspangouw heel veel op de kaart.